Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Op deze 44ste aflevering van Licht op Leiden. We hebben weer een heel bijzondere gast. Fons Groenendijk. Wie kent hem niet? Een bekende Leidenaar vanuit de sport. Zowel voetbal zelf als trainer. Heel wat sporen achter zich gelaten. En Fons, hartelijk welkom hier. We gaan zo meteen met elkaar een gesprek voeren over wat jou allemaal bewogen heeft. Maar ik wilde beginnen met iets anders. De Leidenaar van de Week. U weet dat wij vanwege de grillige fasering van Licht op Leiden de Leidenaar van de Week niet meer zo vaak hebben. Maar voor deze week, voor deze bijzondere week, maken we toch graag een uitzondering. En ik lees het juryrapport van deze week voor. De honderdduizenden doden die in de oorlog zijn gevallen en die we deze week herdachten, hebben meestal geen gezicht en zelfs maar zelden een naam. Ieder van ons denkt vaak wel aan mensen afzonderlijk, maar voor ons gezamenlijk gaat het meer om groepen dan individuen. Onvermijdelijk. Maar bij het Haagse Schouw is dat anders. Daar staan in het monument gebeiteld de namen van 51 gevallenen. Minister Bijleveld sprak deze week in de Pieterskerk van 52. En als dat zo is, dan achterhalen we die ook nog wel. 51, 52, gevallen jonge soldaten, recruten in meerderheid, die direct op de eerste oorlogsdag in 1940 al, onder leiding van de majoor Mulder, de overgang van de Rijn naar de residentie en de vliegvelden waaronder Valkenburg moesten bewaken. En daar nog in slaagde ook, ondanks hevige gevechten. Een achterkleinzoon van die majoor Mulder, Tim van Aalst, stond de laatste jaren naast Willem Witvliet als die de 51 namen van zijn gevallen kameraden opnoemde. Witvliet overleed helaas enkele maanden geleden op 100-jarige leeftijd. En samen met Ingrid Showhouse van het nabijgelegen Hotel Leiden nam Tim de taak zelf ter hand. En zo stond daar dinsdagmiddag een 8-jarig jongetje in de gierende wind en de hoosbuien de namen te lezen. Zijn papieren waren zeiknat. De paraplu beschermde hem nauwelijks. De storm belaagde hem furieus. Maar hij versaagde niet. Want wat was dat ongemak nu vergeleken bij wat die mannen destijds hadden moeten doorstaan. De majoor Mulder moet goedkeurend hebben toegekeken hoe 4 generaties later de lamp van de vrijheid nog steeds bleef branden. Tim van Aalst is de Leidenaar, maar ook de Katwijker, de Oesgeester en de Voorschotenaar van deze week. Dank je wel, Tim, en tot volgend jaar. Heb je het gezien? Heb je het gevolgd? Mooi. De dode herdenking. Jazeker. Ja. Ja, het is indrukwekkend. Ja, en dit verhaal ook. Ja, ja, precies. Nee, ik moet ook zeggen dat wij daar dit jaar ook heel veel aandacht aan hebben kunnen besteden. Vandaar dat we vonden dat we hiermee moesten beginnen. Ja, maar mooi. Nu gaan we over tot de orde van de dag. Laten we het zomaar even noemen. Want jij bent een Leidenaar en je bent bekend als een Leidse trainer en een Leidse voetballer bij heel veel mensen. Ik heb heel veel reacties gekregen toen mensen hoorden dat je op bezoek zou komen vandaag. Je bent Leidenaar, je komt uit de buurt van LFC, want anders zat je daar niet in je eerste jaren. Nee, dit is mijn eerste shirt wat ik ooit gedragen heb. Was ik inderdaad bij LFC, 8 jaar. Ja. En het mooie geel, hè, met de zwarte V. Ja. En ja, ik ben geboren daar in de Hoflaan. Okay. Nummer 143. Ja. Dus je ging er lopend naartoe, naar het veld. Ja, we zijn toen verhuisd naar het Boshuizenkade. Ja. Of van de Hoflaan richting de Jacques Eurlesplantsoen. Ja, ja. En daar ben ik opgegroeid. En ja. Dat was natuurlijk vlakbij de velden daar. Mm-hmm. En je had daar wat meerdere clubs toen.
LFC, Unitas, Oranje Groen, VNA, Leidse ZLC. Boys, ZLC. Ja, ja, maar het ja. werd, voor mij werd het LFC en het, ja. was een geweldige tijd. Ja, LFC was, voelde ze wel de beste natuurlijk van al die clubs. Hè. Ze zaten aan de kop en ze hadden, ze hadden een veld meer. Maar en terecht, ze speelden hoger. Ja, daar speelden echt hele goede Leidse voetballers toen hoor. Ja. John Verschoor. Ja. Kokkie van Weerlee, die speelde daar. Ja, ja. Bles Souma, ja, ja. John Verschoor. Ja, je kan ze zo gek niet verzinnen. Of ze stonden bij LFC in de basis. Daar ben je dan jaren en jaren gebleven, zeker bij LFC. Nou, ik heb daar 4 of 5 jaar gespeeld. En toen ben ik uiteindelijk naar UVS gegaan in de jeugd. En dat had ook wel te maken met... UVS speelde met zijn jeugdelftallen toch wel wat op een wat hoger niveau. Ja. Ja. En we hadden toen een coach van het Leidse elftal, Freek Filippo. En die, die haalde mij toch wel over om naar UVS te gaan. Toen werd je niet in dank afgenomen, denk ik. Nou ja, bij LFC, bij de echte LFC'ers denk ik niet. Maar ik ben wel altijd, ik heb die club altijd wel in mijn hart gedragen. Ja, ja. En, dus dat weten de mensen ook wel. En bij UVS heb ik toen ook nog een aantal jaren gespeeld voordat ik dan naar ADO Den Haag ben gegaan, FC Den Haag toen nog. Ja, 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 en daar ben ik begonnen als profvoetballer. Ja, als profvoetballer. Maar voor die tijd speelde je dus zeg maar in de hoogste jeugd van UVS. En af en toe in het eerste. Nou, het laatste jaar dat ik bij UVS was, heb ik wel een aantal wedstrijden nog in het eerste gespeeld. Mm. Maar toen was ik pas 16 of 17 jaar. En ik zou naar de senioren gaan. Mm-hmm. En toen ben ik gebeld door Den Haag of ik daar wilde komen. En die hadden wel plannen met mij. En uiteindelijk kon ik daar ook mijn eerste contract tekenen. Ja, maar dat die mannetjes die alsmaar langs de lijn stonden te loeren, die scouts. Nou, daar waren wel wat scouts natuurlijk die mij kenden. Maar uiteindelijk de doorslaggevende factor was toch wel Lex Schoenmaker. Ja, ja. De oude speler ook van ADO natuurlijk. Ja, ja. En ook van Feyenoord. Ja. Topscorer ook. Ja. Ja, die heeft mij toen ook nog gebeld. Oké. Okay. En toen heb ik uiteindelijk gekozen. En voetbalde die toen zelf nog? Hij was toen al, hij was volgens mij net, ging die stoppen toen. Oké. Okay. En toen werd hij ook wel in de technische staf opgenomen. Ja, ja. Dus hij werd ook assistent trainer. Ja. En net als Aad Mansveld. Ja. Dat was natuurlijk ook een crack bij ADO. Ja. Helaas veel te vroeg overleden. Zeker. Ja, dat waren mannen die toen al op de training ook... Ja, die leerde ons al de kleine kneepjes van het vak. Mm-hmm. En dat was mooi om mee te maken natuurlijk. Toen ben je direct prof geworden? Nou ja, in het eerste jaar speelde ik nog half in het, dat heette toen nog het C-elftal. Hè. Dat heet nu Jong, Jong ADO. Ja. Dat heette toen het C-team. En ik speelde al vrij snel in het eerste samen met Ronnie de Rode. Mm-hmm. Ronnie kwam van Rodenburg. Hij was nog een half jaar jonger als ik. En wij kwamen vrij snel samen in het eerste terecht met Cor van der Hart. Was toen trainer. Cor er van leven? Nou, het eerste contract natuurlijk zat ik nog op school. Mm-hmm. En als je dan, als je dan 600 gulden krijgt of zo. Ja. Ja, dan ben je wel de grote man in Club 70. Dan ben je de grote man, ja, en, natuurlijk. Ja, dus, ja. Maar dat is natuurlijk niet meer te vergelijken met de bedragen die nu betaald. Nee. Zeg eens eerlijk, betaalden ze bij UVS ook niet een klein beetje? Nou, dat heb ik natuurlijk sowieso niet meegemaakt. En daar weet je ook helemaal niks van? Nee. Heb je nooit meer van iemand gehoord? Ik weet dat, voor zover ik weet, omdat ik best wel, ik zat best wel in die club. Ja. Volgens mij is daar nooit betaald. Ook niet in die tijd, voor zover ik weet. Nee. En heb je bij, je kwam bij ADO. Heb je daar toen vrij snel in het eerste elftal gespeeld? Ja, nou ja, dat eerste jaar al. Dat was heel verrassend snel. Want ik heb toen dat eerste seizoen heb ik al een half jaar in het eerste gespeeld. Ja. En daarna ook nog wel weer een kleine terugval gehad. Omdat je gaat ook van 3 keer trainen, ga je in 1 keer 7, 8 keer trainen. Op een gegeven moment loop je ook wel op je tenen natuurlijk, zo'n eerste seizoen. Maar daarna ben ik wel vrij snel een vaste waarde geworden bij FC Den Haag. En, hard klimaat bij ADO? Ja, nou ja, dat hoorde erbij. Ja. Ik kwam in een elftal terecht, ook met ervaren spelers als Martin Jol, Heini Otto. Ja. Vooral Heini als middenvelder, die heeft zich ook wel over mij ontfermd. Mm-hmm. En, zoals Martin dat meer met de verdedigers deed. Ja. En je had ook Karel Bouwens nog. Ja. Dat waren grote jongens. En moet je eerlijk zeggen, dat was een harde leerschool. Zeker. Maar wel een hele goede leerschool. Ja.
Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Bij ADO, je speelde linksback, linkermiddenvelder. Linkermiddenvelder. Ja, en dat was natuurlijk een positie waarbij ik ook nog wel regelmatig voor de goal kwam. Ik wilde ook altijd wel doelpunten maken of voorzetten geven. Maar ja, we werden uiteindelijk kampioen in de eerste divisie. Ja. Met een record wat nog steeds staat. Je promoveerde. We hebben geen ene wedstrijd verloren. Dat seizoen. Nee. Dus we hebben 36 wedstrijden waren we zonder nederlaag. Ja. Toen heb ik ook nog een jaar in de eredivisie gespeeld bij Den Haag. Maar je was bij Den Haag langzamerhand toch ook de vrije schop specialist geworden? Ja, dat is altijd wel zo gebleven. Het gouden linkerbeen? Ja, we hadden Ronde Rode met rechts, ik met links. En wij konden allebei wel aardige bal raken. Ja. Ja, dan word je natuurlijk automatisch bij de vrije trappen betrokken. Daar hebben wij nog een filmpje van, als je dat niet vervelend vindt. maar dan is dat niet van ADO, maar dan is dat bij een andere club. Je moet maar eventjes kijken. U ziet Jol daar staan en Groenendijk legt hem heel beschaafd neer. En dan weet je dat hij je linkerbeen heeft, hè? Wok! SS20 hoor. Goh, wat gaat hij erin? 2-0 voor Sparta, dat nog altijd kans heeft op Europees voetbal rechtstreeks. 2-0 tegen PSV. Dat is wat later, maar we laten dat natuurlijk zien omdat de Mart Smeetje nooit weg is, hè? Nee, ja. SS20. Ik heb me altijd wel met vrije trappen bezig gehouden. Ja. Ik ging hierna, naar Den Haag ging ik naar Roda. Ja. En daar had je Willy van der Kuilen. Ja. Pas is overleden. Zeker. En Willy en ik, Michel Boerenbach. Dat was toen ook een jongen die bij Roda speelde. Ja, we waren daarmee bezig. Willy was toen assistent bij Jan Reker. Precies. Jan Reker nam Willy van der Kuilen mee. En die was toen een paar jaar assistent bij Roda. Ja. Dus daar hadden we ook weer allerlei tips. En want die kon een bal raken. Ja. En helaas... is hij twee weken geleden overleden. Ja, maar was natuurlijk een man met een onvoorstelbaar schot en zo. Ja, de productiefste voetballer die Nederland ooit heeft gehad en zo. Hè. Ja. En daar heb je dan toch ook nog wel, terwijl je toch al ervaring had, echt van geleerd. Ja, die gaf natuurlijk tips. En dan stonden wij op het trainingsveld en dan kwam hij aanlopen met een zak ballen. Ja. En dan zei hij, jongens, ik zal het nog even één keer voordoen. Ja. Nou, dan schoot hij er met links één in de bovenhoek, één met rechts. En dan liep hij weg. Ja. En zei hij zo, nou gaan jullie weer even verder. En dan vertelde hij ons wel natuurlijk hoe we een bal moesten raken. En met wat voor aanloop hoorde er bij welke vrije trap. En ja, er zat zoveel in. En het was geweldig om met hem ook op het veld te staan. Ja, en toen kwam je bij Ajax. Ja, daar heb ik ook nog een paar jaar gespeeld. Ja. Ja, natuurlijk een mooie tijd ook. Alhoewel ook wel een periode dat ik niet altijd speelde. Omdat de concurrentie was ook moordend. Ja. Ik speelde bij Beenhakker. Was dat nog in de Meer? Ja. Oké. Okay. Ja, en bij Beenhakker wel basis. En later Van Gaal werd dat minder. Ja. Die had natuurlijk ook wel de keuze uit een heleboel hele grote talenten. Alle internationals speelden toen nog in Nederland. Ja. Concurrentie was daar en daar heb ik natuurlijk ook wel mee te maken gehad. Zeker. Maar wel, de herinneringen zijn daar en toch heb ik er wel van genoten. En je hebt de UEFA Cup toch ook nog gewonnen met Ajax? Ja, dat klopt. Ook in dat toernooi Wat nu de Europa Cup is, hè? Europa League is, daar heb ik toch ook nog wel wat wedstrijden in gespeeld. En in die finale ben ik nog ingevallen tegen Torino. Ja. Ja, dan sta je uiteindelijk toch wel ook met die grote beker in je handen. Zeker. En dat was toch ook wel een herinnering. Ja, dat blijf je wel altijd bij. Ja. En toen ben je daarna ben je dus naar Manchester City gegaan. Ja, vanuit Ajax. Dat is de foto die we nu zien op dit moment. Ja, dat klopt. Daar heb ik ook nog gespeeld. En dat was een geweldige ervaring. Alleen al ook al om anderhalf jaar in Engeland te wonen. Ja. Ik woonde onder de rook van Manchester in Stockport. Mm. En het was toen al een grote club. Ja. Ongelooflijk veel supporters daar, met name in de stad. United supporters kwamen uit het hele land. Maar de club van de stad was City. City.
Ja. En, ja, Main Road heette het toen nog. En ja, dat was elke wedstrijd uitverkocht. Ja, Manchester United is van de wereld. De City is van City. Ja, en dat proefde je wel in de stad. De tegenstellingen waren groot. En, maar ook dat, het was niet sportief mijn beste seizoen. Omdat ik ook nog wel toen geopereerd ben aan mijn knie. Mm-hmm. In een privékliniek daar. Maar... Ja, ik had het nooit willen missen. Nee. Het was geweldig om mee te maken. Precies. Ja, wat dat betreft heb je natuurlijk heel veel meegemaakt. Daarna ben je nog meer naar Sparta gegaan. En je hebt in feite... Daar kwam je weer een aantal leienaars tegen natuurlijk. En zo. Ja. Bij Sparta heb je Wout Holver daar gehad. Ja, Wout was natuurlijk ook een echte Spartaan. Ja. Daar heb ik niet mee gespeeld. Maar Bert Jansen heb je niet meer meegemaakt. Mijn tijd was meer de gebroeders De Nooyer. Okay. We hadden Nico Jalink, Arjen van der Laan uit deze regio. Ja. Ook een toch nog wel 4 jaar gespeeld. En de laatste 3 jaar heb ik nog bij FC Utrecht gespeeld. Precies. En daar afgesloten in 2001 met Europees voetbal. En toen ben je trainer geworden. Toen, dan en daar, rol je daar zo moet het over hebben. Ja, dan rol je maar in dat trainersvak. Als we nu jouw carrière als voetballer overzien, waar je allemaal gespeeld hebt, wat je bereikt hebt. Als je jezelf nou vergelijkt met andere Leidse groten. Een Tim de Cler of een Wim Rijsbergen of Bert Jansen, wat je ook al zei. Waar sta je dan zo'n beetje? Ja, nou ja, ik vind het altijd lastig om dat over jezelf te zeggen. Ik weet, ik heb... Maar je hoort wel in dat rijtje. Nou ja, 20 jaar betaald voetbal gespeeld is natuurlijk lang en vaak. Ook wel in de subtop, Europees gespeeld. En kijk, Tim heeft interlands gespeeld. Ook, ja. Dat is, maar Wim is in mijn ogen wel de allergrootste in Leiden. Wim Rijsbergen. Als je 2 WK-finales speelt. Zeker. En op een haarna kampioen. Ja, Nederlands wereldkampioen. Dan ben je wel gewoon echt iemand natuurlijk in het voetbal. En zelf, de periode die ik heb meegemaakt als speler, heb ik alles meegemaakt. Ja. Ik heb de onderkant gezien, maar zeker ook de bovenkant. Ja. Ja, ruim 500 wedstrijden, dan mag je niet En daar kijk je ook met genoegen op terug? Ja, nou ja, natuurlijk. Als je natuurlijk van je hobby uiteindelijk je beroep kan maken. Ja. Ik heb heel veel aan het voetbal te danken. Zeker. En dan ben je ook dankbaar. Ja. Want ik zeg al, het is niet iedereen gegeven om zo lang in dat voetbal te zijn. En toen werd je trainer. Ik heb lang moeten strijden met de regie of deze foto wel geschikt was om die te laten zien. En ik vind hem juist zo typerend voor Fons Groenendijk. Die starende ogen, die blik. Toch wat naar binnen gekeerd van wat moet ik ervan vinden. Ik vind dat een buitengewoon karakteristieke foto. Maar toen was je al waarschijnlijk een heel geverseerde trainer die... niet zoveel meer te leren. Je hebt wel eens zorgen. Dat zie je in zo'n foto denk ik terug. Dat ook. Als je een wedstrijd hebt die niet loopt naar jouw zin. Dan moet je ingrijpen of je moet wisselen. Of je moet van tactiek veranderen. Mm-hmm. Dus je bent altijd wel natuurlijk aan het observeren ook. Ja. En dat moet je wel doen natuurlijk. Dat hoort erbij. Nee, dat is duidelijk. Je hebt ook als trainer heb je van alles meegemaakt. Je bent een paar keer heen en weer gehopst van Ajax naar elders en weer terug. Ja. Je hebt daar de jeugd gedaan. Je hebt daar jong Ajax gedaan. Je hebt, later ben je overgestapt naar Excelsior. Wat heb je allemaal niet gedaan? Je gaat eigenlijk wel al te snel, want ik ben ook nog wel bij Sparta begonnen als assistent. Ja. Ik heb ook nog inderdaad bij Ajax 5 jaar in de opleiding gewerkt. Maar ik ben ook nog wel natuurlijk bij FC Den Bosch geweest. Ja. Ik heb een paar jaar in de eerste divisie gewerkt. Ja. En dan komt inderdaad een periode nog jong Ajax. Ja. En dan breekt ook wel een periode aan dat ik in de Eredivisie... Ja, en voor het eerst als hoofdtrainer in de Eredivisie. Willem II overgenomen. Ja, ja. Toen, Willem II. Excelsior. En uiteindelijk wel over 4 seizoenen dan ADO. Ja, maar Excelsior heb je gewoon ook echt in de Eredivisie kunnen houden. Hè? Dat was niet altijd makkelijk natuurlijk. Nee. Je hebt bij Excelsior ook niet de middelen...
Nee. Het is natuurlijk een kleine club. Het is de derde club van Rotterdam. Heel knap gepresteerd. Jarenlang zijn ze in de Eredivisie gebleven. Ja. Heel knap gedaan daar. Ja. Meerdere trainers ook. Met Jeroen de Graag bijvoorbeeld, waar ik nog goed bevriend mee ben. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze nu dan helaas toch gedegradeerd. Ja. En zijn ze in de Eerste Divisie. Ja. Maar het is ook wel een club die ik het weer gun om weer terug te komen ooit. Mag ik een beetje een ordinaire vraag stellen? Wat maakt jou tot een goede trainer? Nou, ik denk dat ik wel nu completer ben geworden natuurlijk als in het begin. Mm-hmm. Ik durf nu al zo langzamerhand te zeggen van mezelf. Want dat is altijd lastig, hè, want ik ben altijd wel redelijk bescheiden van mezelf. Ja. Maar dat je toch wel geleerd hebt hoe je een kleedkamer moet managen. Je hebt natuurlijk niet alleen die 11 basisspelers, maar je hebt er 26. En die moet je allemaal toch een goed gevoel geven. Ja. En je moet ze allemaal wat perspectief bieden. Dus je bent ook wel, daarbij ben je ook wel psycholoog. En je ontwikkelt je door de jaren heen. En met name dat aspect. Ja, daarbij moet je natuurlijk ook wel tactisch wat kunnen. Je moet wel een wedstrijd kunnen lezen. Je bent niet altijd beter als je bij ADO bent. Nee. Als de tegenstander. We hebben toch heel lang meer wedstrijden gewonnen als verloren bij ADO. We hebben een aantal jaren in het linker rijtje gespeeld. Wat best knap is, omdat je toch niet de middelen hebt om, net als grotere clubs, om spelers te kopen. Dus je moet heel creatief zijn. En je moet ook wel iets verzinnen bij zo'n club om te winnen. En, en dat staat wel eens haaks op je eigen visie. Als je bijvoorbeeld een trainer bent die bij Ajax is opgeleid, dan moet je verzorgd spelen, dan moet je aanvallend spelen. Ja, bij ADO moesten wij het hebben van de omschakeling. Ja. Moesten we het wel eens op de counter spelen. En hadden wij mensen voor als Nasser El Khayati, die bijvoorbeeld Geraldo Becker wegstuurde op snelheid. Dus we kwamen er heel snel uit en wisten zo best wel verrassend te presteren. Ja. Ja, zevende, negende, linker rijtje. Ja, en nog een keer een Houdini act om erin te blijven. Ja, precies. Ja. Maar het laatste jaar was natuurlijk toch minder. Nee, zeker. Dat had natuurlijk ook iets te maken. Komen we zo meteen nog even op met de Chinezen, zal ik dan maar zeggen. Nee, even nog de vraag. Je hebt bij Ajax heb je een hele goede rechtsbuiten. Die ook wel eens linksbuiten staat, Anthony. Als hij een kwartier van tevoren en nog eventjes plaats moet maken, dan is hij al woedend. Ja. Je hebt een vrij ingewikkelde jongen bij PPSV. We weten allemaal over wie we het hebben. Ja, precies. Ga je met dat soort mensen goed om? Dat is wat ik eigenlijk net bedoelde te zeggen. Dat je tegenwoordig ook wel echt een manager bent. Ja. En dat je ook wel psycholoog moet zijn in een kleedkamer. Ja. Want er zitten altijd lastige jongens in een groep. Ja. En ook daar moet je, zoals wij nu zitten, apart mee gaan zitten. En daar moet je wel eens mee praten op een manier. Je moet ook wel eens hun taal kunnen praten. Ja, en de 12e tot en met de 20e man, die kan jij aan. Nou ja, er zijn natuurlijk best wel jongens die ook in de teleurstelling zitten. Ja. Die moet jij ook managen, zoals dat dan heet. En ik moet zeggen dat ik daar wel echt in gegroeid ben. Want dat heb ik wel gemerkt, dat gaat niet van de een op de andere dag. Het is ook een ervaringsvak. Ja. Je ziet ook aan jonge trainers die net gestopt zijn met voetballen. Die krijgen dan toch wel meteen een grote club. Maar die lopen toch tegen dit soort dingen aan. Ja. Het is toch echt wel iets wat je in de loop der jaren opbouwt. Dat je toch wel ervaring opdoet. Mm-hmm. En dat je dat wel kan gebruiken in dat hele verhaal. Ja, dan gebeurt er iets wat bijna alle trainers overkomt. Dan ga je vertrekken bij ADO. Heel netjes, je hebt het aan jezelf overgelaten. Je hebt niet gewacht tot ze je zeiden van vertrek. Maar je hebt je vertrek ook min of meer aangekondigd. Dat heeft veel respect in Nederland, heeft dat opgeleverd. Waarschijnlijk was het onvermijdelijk, maar toch, de manier waarop je dat gedaan hebt, was heel elegant.
En ik heb begrepen dat ADO als een soort dankje dan ook nog daar een filmpje bij heeft, heeft aangeboden. Ja, dat heeft natuurlijk altijd redenen. Nou, dat wil ik graag eerst misschien maar even dat filmpje laten zien. Want dat ben jij helemaal. Uit. Zo begon het allemaal. De eerste wedstrijd, 3-1 verloren. Ja, en toen besefte ik wel meteen dat het moeilijk zou worden. En van daaruit hebben we het plan besproken. Van dit moeten wij gaan doen om in de Eredivisie te blijven. Tempo hoog is, je ritme is goed. Je speelt elkaar goed in en je hebt veel bewegingen. Je durft vooruit te verdedigen. En dan zie je dat je gewoon met zo'n ploegen de hele tweede helft op hun eigen helft kan houden. Ja, we zijn bijna alweer door de tijd heen, maar we moeten natuurlijk nog even vragen van hoe erg was het met die Chinezen? En heeft dat toch ook een beetje tot jouw vertrek geleid? Ja, natuurlijk. Je maakt natuurlijk bepaalde afspraken als je verlengt. Ja. En dat heeft ook te maken dat je dan een kleedkamer kan verversen, nieuwe spelers kan halen die je wil hebben. Dat is helaas niet gebeurd. Ik wilde doorselecteren. Ja. Ja, dat is niet gelukt en dan moet je ook je conclusies trekken dat je dan, dan kan je ook niet verder. En het ergste is dat ADO nu waarschijnlijk gaat degraderen en dat de oplossing met de Chinezen er nog steeds helemaal niet aan zit. Nee, het is jammer, want het gaat me wel aan mijn hart natuurlijk, want het blijft ook wel mijn club. Ja. Blijf jouw club. Daarna heb je in de coronatijd nog een uitstapje gemaakt naar Abu Dhabi, heb ik begrepen. Ja, daar ben ik ook nog 3 maanden geweest. Ja. En, veel in quarantaine gezeten ook vanwege de strenge regels. En, ja, dat was vrij kortstondig, omdat we hadden op eens 2 oefenwedstrijden gespeeld. En, ja, de Sheikh kreeg toch wat problemen met de trainer met wie ik mee was. En dus voordat we goed en wel begonnen waren, zijn we weer gestopt. En, maar daar ben je eigenlijk toch niet zo rouwig om, dat je uit dat klimaat weg bent. Ik vond het wel een ervaring. Ik wilde dat ook heel graag meemaken. Ja. Om het eens te zien daar, of dat wat voor mij zou zijn. En ik ben er wel positief over. Oké. Je toekomst. Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik wil natuurlijk graag verder als trainer. En het liefst natuurlijk iets wat je echt ook graag wil doen. Ik heb natuurlijk een hoop al gedaan. Ik ben ook alweer 18 jaar trainer. Ja. En dus je hebt ook wel een aantal dingen gedaan. En dat wil je liefst niet nog een keer doen. Dus je bent toch op zoek naar de volgende stap. Ja. Alleen de vraag is, door corona ook met name, dat je er toch alweer een paar maanden uit ligt. Dat je ook wel een klein beetje in de vergetelheid kan raken. Maar wat ik zeg, ik wil toch wel graag nog een stap maken. Nou, voetballend Nederland zal wel gek zijn als ze geen gebruik meer zouden maken van Fons Schoenendijk. Dat zal je zelf niet bescheiden als je toch bent niet zeggen. Maar dat zeggen wij dan maar voor het gemak. En dat geldt misschien nog wel voor meer dan alleen Nederland. Wij wensen je ongelooflijk veel succes in die toekomst. We weten zeker dat het je gaat lukken. Dankjewel. En wij bedanken je voor je komst. Volgende week, dan is Rens Heeren weer hier de gastheer. En hij heeft dan Karel Stolken. Karel Stolken is de voormalige rector magnificus van de Leidse Universiteit. En hij gaat over zijn jaren als leienaar
in de Leidse Universiteit met hem in gesprek. En u bent dan ook volgend jaar weer, of volgende week weer van harte welkom. En Fons, nogmaals bedankt. Geen dank. En tot ziens.